Nou, het zijn al kunstwerken op zich, hè. Als je ziet hoe het vlekkenpatroon is. En ja, dat is ook een vorm van kunst misschien, hè. Bij de tentoonstelling Soils, die op 15 juni in het Eindhovense Van Abbe Museum geopend werd, is het kunstwerk Koe en Landschap te zien van de Rotterdamse kunstenares Wapke Veenstra. Voor dit kunstwerk deed Wapke Veenstra veldonderzoek, onder meer bij de Jannemiekeshoeve in Mariahout. Vijf verschillende boerderijen, zeg maar, worden daar getoond. Vijf verschillende boeren is een kleine documentaire gemaakt van hoe iedere boer dus met die verandering omgaat en wat er op die boerderij plaatsvindt. Deze boerderij heeft de traditionele manier van boeren op een melkveebedrijf losgelaten en richt zich op agroforestry. De definitie daarvan is het toevoegen van bomen en struiken op een landbouwperceel. Dus hè, je hebt een wei of een akkerland en daar ga je bomen en struiken planten. Ik heb hier altijd melkvee gehad, ook bedrijf van mijn ouders overgenomen. Wij zijn inmiddels gestopt met onze melkkoeien en we hebben nu nog zoogkoeien. Je ziet ze hier op de achtergrond die dus elk jaar een kalfje krijgt. En de kalfje drinkt bij de moeder en zijn zo in de weide. Dus dat is veranderd, maar wij zijn ons bedrijf ook aan het veranderen. We zijn heel veel bomen en struiken aan het planten. Kijk, en de Nederlandse kunstenares Wapke Veenstra, die heeft dan haar invulling gegeven van het Nederlandse cultuurlandschap, hè, wat koeien en wei dus, hè, dat is typisch Nederland, zou je kunnen zeggen. Maar wat dat verandert door de jaren heen. En zo heeft ze daar haar invulling aan gegeven. Het kunstwerk Koe en Landschap is slechts een stukje van de tentoonstelling Soils, wat letterlijk vertaald aarde betekent. Het heeft verschillende lagen, die tentoonstelling. Dus op verschillende manieren wordt gekeken van wat betekent die aarde, wat betekent die soils voor ons. De aarde is de grond van ons bestaan. We leven erop, hè, we wonen daar, maar ons eten komt ook van de aarde. In Midden-Amerika, daar zijn op een gegeven moment kolonialisatie gekomen. Mensen spreken nu Spaans, omdat de Spanjaarden daar toen de zaak veroverd hebben. Samen met Jeanette Renders van het IVNG met Bakel is de kunstenares alle boerderijen langs geweest om te inventariseren wat er in de weides aan planten, grassoorten en kruiden groeit. Hier heeft ze een behangetje van gemaakt. Dat geeft dus een heel persoonlijke invulling aan jouw verhaal waar je mee bezig bent. De tentoonstelling Soils is nog tot en met 24 november te zien in het Van Abbe Museum in Eindhoven. Ja, het is gewoon op een hele bijzondere manier is het weergegeven.